U nadert een milieuzone, weet u wat dat is? Ja, dat bepaalde auto's niet naar in het gebied mogen. Maar ouder dan, weet ik niet. Het is voor mij niet van toepassing. Dit is hem, de milieuzone. In 2015 voor het eerst ingevoerd in Utrecht. Daarna volgden Amsterdam en Rotterdam. Maar het grootste probleem is de regelgeving. In iedere stad is die anders, tot grote frustratie van de automobilist. Laat staan dat ze al weten wat het is, een milieuzone. Oh ja, milieuzone. Ja. Ja? Wat is dat dan? Even kijken, dat je aan bepaalde voorwaarden moet voldoen of zoiets. Geen idee. Het heeft iets te maken met een oude diesel, toch? Dat je er met een diesel en met een benzine voor een bepaalde datum niet in mag. Maar ja, welke datum dat precies is, dan moet je dus heel goed naar het bord kijken, geloof ik. Is die regelgeving overal hetzelfde? Voor zover ik weet is dat nu alleen in Rotterdam. Ja, dat verandert wel elke week, geloof ik. Ook de ANWB merkt dat er veel onduidelijkheid is over de milieuzones. Ja, wij krijgen best wel vragen over de milieuzones. Veel mensen vinden het onduidelijk. We hebben ook onder leden onderzoek gedaan wat ze over milieuzones denken. En dan merk je dat leden op zich wel begrijpen dat milieuzones nuttig kunnen zijn om schone lucht te bewerkstelligen. Maar ze verwachten wel dat het dan duidelijk is. En dat is momenteel onvoldoende duidelijk met welke auto je waar wanneer de stad in mag. Dat is ook de reden waarom wij de staatssecretaris hebben verzocht om vaart te maken met uniformiteit van regelgeving. Zodat voor iedereen duidelijk is waar hij of zij aan toe is op het moment dat hij in de auto stapt.